Tegenstander Noorwegen kan bij winst morgen zich voor het eerst sinds 1998 plaatsen voor het WK. De Nooren wrijven zich in de handen na het late gelijkspel van zaterdag van Nederland tegen Montenegro. Een zepert die de Noorse bondscoach Stale Solbakken deed denken aan een klassieke schaatsflater uit vervlogen tijden. De Noorse bondscoach heeft niet alleen verstand van voetbal. Dat blijkt wanneer we hem vragen naar zijn blik op het puntverlies van Nederland tegen Montenegro. Probably they were a little bit like Hilbert van der Duim when he didn't go the last round, so he stopped one round before. Hilbert van der Duim op de bel, pakt die Sjöbrand in. 6. Hilbert, je moet doorrijden! Hilbert, je moet doorrijden! Normally they know how many rounds they want to go. But they were a little bit Hilbert van der Duim, so I don't think that will repeat themselves. So I think we will be good for 90. We need to perform for 90 minutes. Met zijn kennis over het Nederlandse schaatsen is dus niks mis. En ook de fysiek ongemakkelijke situatie van Louis van Gaal is hem niet ontgaan. Maar I think the Dutch would have been more concerned if De Jong had been in a wheelchair than Van Gaal. Nee, Solbakken maakt zich uiteraard drukker om de wedstrijd van morgen. En de Noorse bondscoach denkt een aardig beeld te hebben van wat hij morgen van Oranje kan verwachten. I think we expect an offensive Holland, but I think also we expect a team that maybe will be more concerned about their positioning when they are attacking. And that we will see the normal Holland tomorrow. That a team that can both attack and defend. Ja, en Hilbert van der Duim die werd trouwens een jaar later wereldkampioen. Dus ja, wie weet.